je doen? Ja, onder mijn co-host loopt net weg. Goedenavond, hartelijk welkom bij Topnames, het programma op Fast Moving Targets, waar we het elke week weer hebben over de impact van de digitalisering op de samenleving en alles wat ermee te maken heeft. Welkom, jij ook. Ja. Je was even wat halen. Ja, want ik bedenk me opeens. We hebben Oscar van Gelder van Lebowski hier als gastuitgever. Ja, ik ken die man. En jij kent die man. Ja. In de tijd dat je zijn boek uitkwam, hebben we alles aangedaan om hem hier te krijgen. Is niet gelukt. Hij wilde alleen maar in de oude media, alleen maar in de Telegraaf. Nee, we hebben vroeger hem persoonlijk. We dachten dat moet je ook niet doen, je moet aan mij vragen. Niet aan vragen? Oké, okay. Nou, dat is dan de allerlaatste keer dat we hier via de uitgever proberen het dan nog één keer. Het is gewoon ook helemaal niet chic om dat direct te doen. Oké, dat is niet chic. Nou, hebben we dat alvast geleerd. Dus dat is toch een soort etiketten blijkbaar tussen schrijver en uitgever. Nou, ik vind het zelf heel vervelend als programmamakers buiten mij om auteurs benaderen. Omdat ik wil dat zelf onder controle hebben. Bovendien weet de auteur niet altijd wat voor afspraken ik heb gemaakt. Want ik kan wel met een heel hip programma hier drie deuren verderop een afspraak hebben. En dan zeg ik van ik wil me niet bij die mannen zitten. Ja. Maar dan zie jij het ook dat als wij het aan de auteur vroegen. Maar wij vroegen het aan Raymond Spanjaard die we kenden. Dus dan loopt dat door elkaar. Hij is voor mij niet maar auteur. Dat is vaker bij mensen die zeg maar wat bekender zijn. Nog meer het probleem, want het is bijna een soort vriendjesding. Weet je wel, ja, we kennen elkaar, weet je wel, en we hebben samengewerkt of whatever. En dan is het juist lekkerder als de uitgever kan zeggen, sorry meneer Blom, we gaan niet met u werken. Ja, in het algemeen, de marketing voor jou is ook superbelangrijk. Hè? Dat is volgens mij. Nou ja, ik denk dat marketing alles is. Ja. Ja. Maar niet alleen voor boeken, ik denk dat voor. Nou ja, alhoewel, nou, zijn er nog mensen die denken dat je zonder marketing die heb je nog kan uitgeven, maar. Ja, ik denk dat we voorbij dat stadium toch wel moeten zien te geraken met z'n allen. Het is geloof ik wel een beetje het spanningsveld tussen de oude uitgevers en de nieuwe uitgevers. Maar niemand heeft mij kunnen uitleggen de literaire wat precies marketing is. Hè? Is dat dan een poster ophangen? Is dat advertentie zetten? Ja, maar waar wordt het marketing? Wanneer wordt het bijna een vies woord, bedoel je? Ja, waar wordt het vies? Dat heeft nog nooit. Ja, je zou bijna zeggen wanneer de auteur iets tegen zijn zin in moet gaan doen. Of wanneer degene die iets te verkopen heeft, dat je op tv denkt van ja, maar die zit daar een beetje de pia's uit te hangen, want dan moet hij van ze uitgeven. Nou, dat is al een heel raar idee, want als er iets is waar ik op let, is dat iemand precies doet wat bij hem past. Ik zal nooit iemand iets zeggen van ga daarheen als die zich daar niet happy bij voelt. Nee, maar marketing is natuurlijk gewoon dat je de boeken die je uitgeeft ook met alle mogelijke middelen probeert verkocht te krijgen. Nou, ik weet niet of dat een definitie is van marketing. Nee, niet in het algemeen. Maar ik denk dat marketing, ik zeg altijd een boek, voor mij is dat een beginpunt en niet een eindpunt. En ik denk dat de mensen die niet van marketing houden, zeggen dat het een eindpunt is. Die zeggen het gaat om het scheppen, het schrijven, het editen, vormgeven, produceren en dan is het klaar. Dan gaat het naar de winkel en dan is het klaar. Maar dat is eigenlijk een heel raar idee. Er zijn heel veel uitgevers die dat denken. Maar ik zeg dus van nee, dan begint het pas. We gaan pas. Uitgeven begint pas op het moment dat je verkoopt. Zoals Warhol zegt, het mooiste schilderij is een verkocht schilderij. Ja. Nou, dat denk ik ook. Het beste boek is een verkocht boek. Ja. Want al die prachtige boeken die ik thuis ook in de kast heb staan, die niet verkocht zijn, dat ligt toch deels, denk ik, aan de uitgever. Dus jij probeert op allerlei manieren de boeken die je uitgeeft verkocht te krijgen. Alle middelen zijn toegestaan. Van een recent boek hè, van Bert Brussen en Willem van Meenten zag ik op je website een promofilmpje. Misschien moeten we er even naar kijken, want ik dacht van nou, dit is geen klassieke uitgeverij als je daar naar kijkt. Heb je hem staan? Brussen en Vermeend. Ze hebben al vereend, want een heel nieuw boek ziet straks het licht. Staan de microfoons aan? Voor alle digibeten, die nog niet alles weten. Nou, ik heb werkelijk geen idee. Het grappige is dat Willem Vermeend mailde mij dat hij dit filmpje had gezien. Ik mailde dat door aan Brussen. Brussen reageerde mij, ja, hallo, dat heb ik zelf gepost. Dus ik heb niet opgelet, maar dit is blijkbaar iemand die Brussen volgt, vaker liedjes maakt met dingen die met hem te maken hebben. En dit is een blues. Ja, ik denk niet dat hij de Voice of Holland zal winnen, maar het grappige vind ik zelf dat op de achtergrond de flippages van het hoofdstuk mee bewegen, dat het opent met de cover en dat hij precies heeft uitgelegd dat het einde van de voorpublicatie stopte, de song. Dat doe je nooit meer. Maar ik zit hier verder niet achter.
Tegenwoordig verdenken mensen me overal van, maar ik wens me hier niet van te distancieren overigens, maar kijk, dan eindigt dat met die, dat vind ik zelf het mooist. Ja. Ik steek een joint op. Slokje whisky volgens mij, ja. Denk ik zo. Maar je details in de achtergrond, zit niet in de belichting. Nee, maar je komt dit tegen en je zegt... Nou, ik kwam het dus niet tegen. Dat is dus gepost door iemand. En nou ja, dan pluggen we het wel door. Ik zie daar wel de humor van in. Ja. Tenminste, ja, wie maakt nou een blues van een boek? Ik bedoel, en dan van een voorpagina. Ja, ik vind het nogal curieus, maar ik vond het wel erg leuk eigenlijk. Ja, maar je zet het wel op de voorpagina van je website. En, voorpagina, de homepage. Ah, de homepage. Nog eventjes plaatsen, welke andere... We hebben hier Nalda een keertje te gast gehad. Met ja, Nalda heb je ook nou, geen boek, maar een boekachtig ding. Ja, foto, autobiografie en beelden. Ja, ik weet niet wat het is. Maar ik kwam ook tegen... wat was het? James Worthy. Ja, James Worthy is natuurlijk is veel over te doen geweest. Maar ik zag ook de naam Baantje, zag ik. Ja, nou, Baantje is niet meer onder ons. Nee. Maar Simon de Waal, die ik uitgeef, die kent de Baantje heel goed. Kende hem 35 jaar lang, waren allebei rechercheur op de Warmoestraat. Hij schreef ook mee aan Baantje de serie en was heel goed bevriend geraakt met Baantje. En Baantje stopte met zijn boeken over de kok. En in 2007, toen overleed ook zijn vrouw. En eigenlijk, ja, zei de Waal toen van... waarom gaan we niet samen wat leuks doen? En toen hebben ze allemaal plannen bedacht. En daar zijn uiteindelijk twee boeken nog bij leven. En de derde hebben ze een heel groot deel samengeschreven. En toen kwam die helaas te overlijden. En op basis van de plannen en die ideeën die er nu liggen, schrijft Simon de Waal in de geest van Baantje verder. Wat bindt deze mensen, de auteurs van jou? Dat ik het allemaal leuke mensen vind. Dat is heel simpel. En ik geef geen mensen uit die ik niet leuk vind. Nee? Dus het gaat niet om het boek, het gaat niet om het manuscript wat ze inleveren. Ook. Ja, kom, maar dat alleen is niet genoeg. Nee. Zoals ook een goed boek niet genoeg is ook een boek. Hè? Een goed boek is ook niet genoeg. In de zin van dat ik moet kunnen opschieten met de auteur. Als de auteur mij niet aanstaat, of als de auteur mij niet ziet zitten, dat kan ook heel goed. Dan moeten we niet gaan werken samen. Dus het gebeurt heel regelmatig dat iemand bij mij op kantoor komt. Nou, dat ik een boek heb gelezen, dan weet je niet wie het is. En dan denk ik, laat maar zitten. Maar ik hoe moet goed wel het zeggen, boek ook is. Hoe goed het boek ook is. Maar ik moet wel zeggen, over het algemeen kan je aan een boek toch zien of het een leuk iemand is of niet. Zeker met buitenlandse titels, want dan kan je natuurlijk moeilijk even naar New York afreizen. Alhoewel, dat doe ik ook wel, dat je ter plekke koopt, checkt wie de auteur is. En zeker via social media ben je natuurlijk heel snel achter wat voor type de auteur is. Ik vind dat wel heel belangrijk. Kun jij het type omschrijven wat je leuk vindt? Nou, iemand, ik hou in ieder geval informeel en ik hou van harde werkers en ik hou van mensen die het ook leuk vinden dat wij vernieuwend zijn. Dus dat stoot ook mensen af, dat is prima. Je krijgt wat je uitgeeft, zeg maar, binnen. En wat, ja, mensen waar ik niks mee heb, ja, die zullen waarschijnlijk toch al niet bij mij binnenkomen. Omdat we best wel geprofileerde uitgeverij zijn. Ja, er zijn ook uitgevers die... Ja, die wat gezichtslozer klinkt, wat flauw of wat gemeen misschien. Maar ik bedoel, ja, die zijn gewoon wat terughoudender. Dat klinkt eigenlijk nog heel aardig. Want je zegt ook, uitgevers zijn luie donders. Daar ben je een beetje voor, geloof ik, gecapiteld. Maar... Nee, ik ben er niet voor gecapiteld, want ik voegde daartoe en dat boekhandels dat ook zijn. Ik vind namelijk heel veel uitgevers heel lui. Ik vind heel veel boekhandels nog veel luier. In welk opzicht? Zoals schrijvers trouwens ook heel vaak heel lui zijn. Nou, dat is niet hard werken. Je moet gewoon keihard werken, wil je een boek verkocht krijgen. En ik vind het idee dat je een boek maakt en dan zegt, ja, nou lukt het allemaal verder wel, vind ik dus een bespottelijke opvatting. Vind ik eigenlijk heel lui. Ja, maar het zeg maar artistieke, literaire concept van dat scheppen en het boek is af en daarna moeten anderen maar kijken. Dat is niet mijn ding, wat je toch nog wel veel ziet. Ja, daar heb jij helemaal niks mee. Er is toch niemand in de muziekbusiness die zo denkt? Ik kan me niet voorstellen bij Top Notch, met wie ik met veel plezier samenwerk, dat daar... Voor wie dat niet weet, een platenlabel, de jeugd van tegenwoordig. Ja, we maken die plaat, laat maar zitten daarna, weet je wel. Ja, ook hard werken. Waarom zou een clip maken of zo, weet je wel. Ja. Of waarom zou gaan optreden eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, het is alleen maar. Maar je noemt ook de boekhandel. Hoe ziet dan de boekhandel van de toekomst? Nou, omdat de boekhandel natuurlijk, in principe is de boekhandel een tussenstation voor mij. Ik wil het liefst me richten op het publiek. Dus ik wil het liefst het aan meneer A, B of C verkopen, of mevrouw ABC. Maar er zit iemand tussen. En die boekhandel die is best wel belangrijk. Want die zegt ook tegen heel veel boeken die ik uitgeef dat ze die niet opnemen. En de A-code liggen 300 boeken, terwijl er 10.000 per jaar verschijnen. Dus tegen 99% of 98% zeggen ze gewoon nee. Dus je komt die boekhandel niet eens in. Ja. Nou ja,
wat ik eigenlijk probeer, of ja, al lang probeer eigenlijk, is dat je die, niet dat je ze overslaat, maar dat je ze eigenlijk niet, dat je over hun heen het publiek direct bereikt. Dus het is niet de, wat een beetje het oude idee is, want ik ga naar de boekhandel, dan gaat de boekhandelaar mij vertellen wat heel belangrijk is. Ik zoek een cadeautje voor de buurvrouw. Een cadeautje of ik wil graag iets. En, ja. Dat is een beetje een oudbollig idee. Dat is net hetzelfde oudbollig idee dat de recensent de lezer bij de hand neemt en hem dan gaat vertellen wat hij moet lezen. Hij zegt, dit is wel goed en dit is niet goed. Ja, wat die man goed of niet goed vindt, dat zegt mij niks. Misschien heeft hij ruzie gehad met zijn vrouw 's ochtends. Misschien staat de schrijver hem niet aan, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zuiver die recensent altijd is of hoe zuiver de krant is. Vaak zie je ook dat kranten op elkaar reageren. Als de NRC iets vindt, vindt de Volkskrant weer het tegenovergestelde. Er zijn recensenten per definitie die als ze iemand bespreken van hun eigen leeftijdsgroep, krijgen sowieso 0 of 1 sterren. Dus dat zegt mij allemaal niet zoveel. En dat zijn allemaal dingen die ik niet in de hand heb. En ik wil zoveel mogelijk in de hand hebben. Dus mijn communicatie gaat gelijk naar de lezer wat mij betreft. En niet is niet afhankelijk van tussenpersonen. En wat doet die communicatie dan, naar die lezer? Want nou, die krant is daar was in het verleden daar belangrijk in. Die winkel was daar belangrijk in. Wat zijn nu je kanalen? Nou, eigenlijk sla je een paar mensen over. Dus de criticus kan je ook overslaan. Want op het moment dat ik zorg dat de auteur met een interview in de krant komt, dan kan de auteur al vertellen over dat boek waar het over gaat. En mensen kunnen daar kennis van nemen. Terwijl vroeger, in de oude situatie, was het toch vaak zo. Het boek werd gestuurd naar de krant. Na 3-4 weken werd het al gerecenseerd. En als het goed was, als de recensie de recensent behaagde, dan kwam er misschien nog wel een interview. Maar dan ben je dus al 2 maanden verder. Terwijl tegen 2 maanden verder, dan zijn die boeken alweer teruggestuurd in de boekhandel. Ja. Want het gaat zo snel, er komen zoveel boeken uit. Als die binnen 3 weken verkoopt, krijg je het alweer net zo hard de retour. Want de boekhandel heeft ook recht van retour. Nou, ik niet, want de drukker neemt niks retour van wat ik terugkrijg. Dus je moet gewoon heel snel dat op gang krijgen. Je vindt eigenlijk, want om even op die boekhandel terug te komen, je vindt ook dat die boekhandelslui zijn en dus niet veel doen om die boeken bij die mensen te brengen. Laten we het gezellig houden vanavond. Maar ik word daar niet vrolijk van. 2000 boekhandels. 2000 boekhandels zijn er in Nederland. Ik denk, als ik zeg dat er, nou, laat ik naar boven afronden, 100 goed zijn. Eigenlijk denk ik 25. En wat doet een goede boekhandel? Nou, die is actief. Die doet meer dan alleen maar een boek op een stapel leggen. Of die organiseert wat in de winkel. Organiseert wat in de winkel. Je hoort al wat je zelf zegt. Het klinkt al heel saai. Ik zeg het bewust zo. Ja, maar wat organiseert hij dan? Een signeersessie. Maar daar komt natuurlijk geen hond met een kopje thee erbij. Een kopje thee erbij. Ja. Mensen willen wel even praten met een auteur. Maar waar denk jij dan aan? Nou ja, waar ik aan denk is dat je bijvoorbeeld die signeersessie en dat organiseren al buiten de boekhandel moet doen. Want dan heb je A, leukere plekken. Tenminste, ik vind dat leukere plekken. Ik word niet vrolijk van een bibliotheek persoonlijk. Ik word ook vaak niet vrolijk van boekhandels. Dan denk ik, van je kan dat ook op plekken organiseren die wel mensen aanspreken. Het is maar net wie je uitgeeft. Kijk, het is heel simpel. Als jij boeken uitgeeft zoals ik van veel jong talent, dan moet je dat natuurlijk niet in een bejaardenhuis gaan organiseren. Het moet wel een beetje dynamisch, een beetje leuk zijn. Maar ik combineer graag dingen. Dus ik zeg, als je muziek, film, kunst en boeken met elkaar combineert, dan heb je ook veel meer kans dat iemand ergens terechtkomt. Kijk, James Worthy hebben we eigenlijk gepubliceerd alsof het een muzikant is. Misschien als een rockster of als een rapper, volgens de rappers. Dat betekent dat hij ook via de muziek, dat er via de muziek mensen bij hem terechtkomen. Dat vind ik heel interessant. Dus als ik hem alleen maar als schrijver breng, via de schrijvende media, of brengen wij hem via, door de samenwerking met Topnotch, met bijvoorbeeld een mixtape, waarbij rappers voorlazen uit zijn werk. Dat is eigenlijk gewoon techniek uit de muziekbusiness natuurlijk. Ja. Dat zijn eigenlijk hele leuke manieren om iemand op een hele andere manier in de markt te zetten. En Worthy, die al een soort, ik zal niet zeggen god op Twitter, maar toch wel, al iemand was op Twitter voordat het boek uitkwam, had hij al 5000 volgers. We hebben ook heel erg die campagne digitaal gevoerd, omdat we wisten, en hij heeft ooit een heel interessante uitspraak gedaan, namelijk, mijn tweets zijn mijn boektrailers, en daarmee bedoelt hij niet dat hij zegt, koop mijn boek, maar dat de tweets zo leuk, zo geestig, altijd, of bijna altijd zijn, dat je smaakt naar meer. Ja. Dus als er een boek is van zo'n jongen, dan wil je dat hebben. Dat vond ik een heel interessant. Dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik dacht, dat is ook precies de man en het boek voor zo'n campagne. Misschien dat het daarom ook wel de eerste echte harde digitale campagne is geweest voor een boek. Anna Barefoots heeft dat ook wel gedaan. Maar ik denk dat dit nog stappen verder ging. Misschien ook wel door de samenwerking met Topnotch. Hoe belangrijk zijn de winkels nog voor jou?
Ga je ook steeds meer zelf verkopen? Nou, vroeger bijvoorbeeld, hè, als je op de televisie was met een auteur bij Sonja Barend. Ja, het is een beetje open. Dat is wel heel lang geleden. Was de wereld draait door van Karel van der Graaf. Of Van Dis. Nou ja, daarna heb je, zeg maar, komen we weer onze kant op. Maar om maar even het tijdsbeeld aan te geven. Was je zaterdag op tv. Maar ja, zondag was de winkel dicht. Maandagochtend was de winkel ook nog steeds dicht. En om 1:30 behaagde het de boekhandelaar om de luiken omhoog te doen. Ja, dan ben je al lang weer vergeten dat boek natuurlijk op tv was. Terwijl nu zie je, als iemand op tv is bij de wereld draait door, 5 minuten later zie je bij Bol de bestellingen oplopen. Dus mensen zijn heel snel. Zie je resultaten ook. Ja, kun jij dat real-time zien, wat er bij Bol gebeurt? Dat kunnen wij zien. Maar we zien het ook op social media. Je ziet het natuurlijk ook op Twitter. En dat had je vroeger niet. Dus je hebt eigenlijk meer kennis van de markt dan vroeger. Vroeger wist ik niet wie die kopers waren ook. Ja. Terwijl nu, doordat we bijvoorbeeld veel dingen organiseren buiten boekhandels en op allerlei plekken, in hotels in Amsterdam, maakt niet uit, in de Melkweg staan binnenkort ook weer, zie je veel meer wie je publiek is. Bouw jij bewust aan een eigen klantenbestand en een CRM-systeem waarmee je... Nee. Nee? Nee. Nou, het is niet zo dat ik denk van, oh, komt een nieuwe Wordy uit, hè? Die komt er trouwens uit. Mogen we ook even reclame maken. Nou, stuur het even naar 1500 mensen toe. Een mailingje of zo. Waarom eigenlijk niet? Ik geloof niet. Ik geloof dat verkopen, dat wordt het adverteren. Dat vind ik, dat is niet mijn manier van marketing. Ik ben heel erg van de free publicity en van op de vibe werken. Dus je kan zeggen, je verkoopt een boek, je verkoopt een auteur of je verkoopt een vibe. En ik probeer het zo hoog mogelijk te zoeken. Dus ik zie... Wordy probeer ik ook eerder daar neer te zetten. Want de vibe rondom Wordy is ook dat hij dwars door alle conventies heen gaat. Het is geen normale auteur. Hij maakt 19 grappen op een pagina. Nou, dan kan je het als editor of uitgever zeggen, nou James, maak 15 grappen op een pagina, ben je nog steeds hartstikke leuk. Terwijl de meeste gemiddelde auteur maakt misschien 3 in een boek, weet je wel. Dus het is al heel veel. Nee, maar bij Wordy kan ik me dan iets voorstellen. Maar je geeft ook Bert Brussen en Willem van Meent uit... Hoe vlieg je dat dan aan? Bijvoorbeeld dat er dan weer zoiets raars gebeurt als iemand die met een fles whisky en een joint erbij en een blues. Dat gebeurt, dat plan je niet? Nee, dat plan je niet. Maar in feite, ik zal niet zeggen roep je het over jezelf af met dit soort mensen. Maar iemand die natuurlijk zoals Brussen, digital native, die zal ook wel mensen hebben die... Ja, die hem letterlijk volgen. Hè. Het is niet alleen maar followers. Ja, hij is gestopt met Twitter. Dat valt niet helemaal mee volgens mij. Ik ging pas een keer kijken en vond dat er toch nog wel veel tweets verschenen voor iemand die gestopt was. Ja, nou ja, als hij gestopt is, doet hij nog altijd meer dan ik als ik actief ben. Maar, nou ja, hij werd er depressief van, zei hij. Maar ja, ik moet zeggen, ik word ook depressief van Twitter. Maar, waarom? Meer van de Facebook. Ja, ik kan niet tegen het gekakel. Helemaal geen maar te negatief, te veel? Nou, ik heb ook het idee dat als ik na 3 minuten inhaak... Oh god, ik ben alweer veel te laat. Of als je een leuk berichtje ziet... Ja. Oh, weet je wat, zet ik op Twitter. Dan denk ik, oh mijn god, dat hebben al 86 mensen gedaan. Ik weet niet, ik heb altijd het idee dat ik er een beetje met je tong uit je mond erachteraan loop. Maar je gebruikt het wel als monitorinstrument om te kijken hoe je... Ik volg het wel, maar dan word je een beetje een soort voyeur. Maar het is meer andersom dat je meer volgt dan volgelingen hebt. Alhoewel, dat is misschien ook wel grappig. Een beetje omgekeerde van Wilders, zullen we zeggen. Dus dat je nul volgers heb. Ja. Alhoewel ik vandaag iemand hoorde zeggen, die bij jullie een keer te gast was, dat Vincent van Gogh 1 volger had, namelijk zijn broer. Dat vond ik ook wel heel mooi. Dat was hij schreef. Schilder was dat. Ja, die zei die kinderen. Dat vond ik wel een grappige observatie. Maar ik zie absoluut wat er goed is aan Twitter. En ik vind het heel interessant. Alleen ik merk bij Facebook, het gebruik meer als soort blog. Van dit vind ik leuk, en dat is een aardige film, en dat is een leuke foto. En bij Twitter, ik heb daar... James Wordy zei tegen me, je bent saai op Twitter. Ik ben geen saai man, maar op Twitter ben ik eigenlijk gewoon heel erg saai. Ja. Dus blijkbaar kan ik daar niet mijn draai in. Het is jouw ding. Nou nog niet. Misschien wel, maar ik denk dat ik eerder zelf iemand van de blogs ben. Ik ben, omdat ik heel breed geïnteresseerd ben, vind ik het ook leuk om veel dingen te laten zien. En veel dingen te doen. Je zei net, een van de dingen van deze tijd is dat ik mijn publiek of mijn kopers of mijn beter kenner daar meer van weet. Een van de vragen die wij aan alle gasten stellen is: wat is de invloed van de digitalisering op je vak, op je vakgebied? Vanmiddag mailde je mij, ik ben geen digiwonder, maar meer een oude lul met een jonge geest die probeert de digitale wereld te doorgronden. Hoe heeft het jouw vakgebied op andere manieren beïnvloed?
Nou, wat ik heel interessant vind is dat, juist omdat we met mensen uit de muziek en uit de film werken, waar eigenlijk het ding dat je maakt, laten we zeggen de cd in de muziekwereld, plaat, cd, dat het product wat je maakt verdwijnt. Dus wat er gebeurt is eigenlijk dat er een soort cloud ontstaat en daar tunt iedereen op in. En dan wordt eigenlijk het andere ding, namelijk de performance, de optredens, de hele, misschien ook wel weer die, wat ik dan maar vibe noem, wordt weer belangrijk. En aan de andere kant, wat ik ook wel daarvan leer, is dat je dat het mooi gemaakte ding, de speciale edities, ook terugkomt. Misschien wel een soort comeback van de liefdevol gemaakte ding. En dat vind ik niet slecht. Dus enerzijds moet je je ook aanpassen aan de tijd, hè, dat er heel veel mensen zijn die gewoon helemaal geen zin meer hebben in boeken of cd's, die dat eigenlijk gewoon troep vinden. Die willen zeggen, nou, ik wil gewoon een klein apparaatje, ik haal alles naar binnen. En ik heb die zooi allemaal niet meer nodig. Dat vind ik een heel interessant idee. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk om te bedenken, kan je dan iets maken voor die digitale behoefte, denk ik dat het is. Want het is dus niet zo dat je het boek digitaliseert. Dat is eigenlijk alweer old school natuurlijk. Ja. Maar wat interessant is, kan je iets bedenken voor die digitale markt? Dus voor mensen die misschien geen boeken kopen of op een andere manier met lezen bezig zijn, maar wel willen lezen. Maar niet naar een boekhandel gaan, zoals mensen wel van kunst houden, maar niet naar een galerie gaan. Of mensen niet naar musea gaan of naar een balletvoorstelling of weet ik veel. Kan je toch kunst verkopen, die kan je toch muziek of boeken verkopen. En dat vind ik interessant. Dus wat dat betreft is het digitale wel iets waar je als uitgever heel scherp op moet letten. Mm. Dus je hebt de e-books, je hebt de apps, de e-pubs. En met name die e-pubs vind ik heel interessant. Daar ben ik wel ook over Ik las dat jij een groot voorstander bent van een soort van tussenvorm. Hè? Van publicaties die 10.000 woorden zijn. Erg tussen een artikel en een boek in. Is dat je gevoel? Of merk je dat mensen moeilijker lange dingen lezen in die digitale wereld? Dat ook, maar ik zag in Amerika een paar dingen die me opvielen. Bijvoorbeeld wat je nu zeg maar, je hebt in de boeken heb je de verhalenbundel. Dat is een niet zo populair genre in de boeken. Je mensen willen liever een roman. Ja. Maar vergelijk even de verhalenbundel met de plaat, met 10 nummers of 10 verhalen. Ja, waarom zou je die verhalenbundel niet gewoon in 10 knippen en gewoon 10 verhalen verkopen voor allemaal 1,50? Want zoals men nu geen hele platen maar wil hebben, maar juist kiest de track. Je vier tracks, de track. In plaats vier van tracks. Waarom zou je het allemaal kopen? Ik weet nog wel vroeger als je plaat kocht. Het eerste nummer was de hit. Het tweede nummer was de rip-off van de hit. Bij het derde nummer op kant A werd het toch al minder. En als je bij kant B belandde, dan kreeg je toch het ernstige gevoel dat je miskoop had begaan. Nou ja, wij hadden, nou, dat kan je voorkomen. Wij hadden natuurlijk vroeger nog het idee dat een LP, dat daar echt over nagedacht was. Ja. En dat die nummers in die volgorde afgespeeld moesten worden. Maar voor de jeugd, mijn dochter, ook, zit het werkelijk niet waar ik het over heb. Echt geen idee. Dus die ziet zo'n ding bij mij wel eens staan, zo'n LP. Maar, en ruiken aan een boek hebben ze ook nog nooit gedaan. Dus dat zijn allemaal dingen, je moet niet jezelf als voorbeeld stellen. Dus bij mij, ik noem mezelf een oude lul. Ik denk wel dat ik jong van geest ben, maar de mensen om mij heen zijn zeg maar de helft zo oud als ik. En die moeten het dan allemaal maar doen, lijkt me zo. Maar vroeger noemden ze je een angry young publisher. Ja, maar ja, nu ben ik... Nou, ik ben niet meer zo angry. Ik ben ook trouwens niet meer zo young. Ik ben nog wel een publisher. Nou, ik ben trouwens ook niet meer zozeer publisher, denk ik. Wat? Omdat ik denk dat een publisher ook niet meer van deze tijd is. Ik denk dat je eerder curator bent in smaak. Dus als ik in een galerie zou staan, weet ik zeker dat ik een goede galeriehouder zou zijn. Of ik zou ook wel een goede platenbaas kunnen zijn. Of een goede filmbaas. Nee, maar als we naar die andere wereld even pakken, bijvoorbeeld de muziekindustrie. Je zei het net al, je werkt nauw samen topnotch. We hebben voor de mensen die niet gezien hebben, ga absoluut kijken naar de uitzending die we met Kees de Koning hadden. Dat is een hele mooie uitzending over muziek. In de muziekwereld is het begrip, een aantal jaren geleden, het begrip de 360 graden die er toen gekomen. Ja. Bij het minder worden van de inkomsten van de platen, de cd's, zeiden de platenmaatschappijen, nou laten we een contract, of laten we een afspraak met elkaar maken dat alle inkomsten via een bepaalde sleutel verdeeld worden. Als ik jou hoor zeggen dat je ook die producten ziet veranderen of ziet verminderen en dat je eigenlijk zelf bezig bent met de hele beleving, maak jij andere contracten met je auteurs? Nee, maar ik moet zeggen, zoals Kees de Koning en mensen in de muziek dat doen, is heel anders dan hoe wij dat doen. Eigenlijk komt het erop neer, als een auteur ergens gaat optreden, dan vang ik niks. Ja, ik kan wel wat boeken verkopen en dat is zeg maar wat ik verdien. Maar in principe vangen wij niet de percentage. Vaak hebben we dus dan een agent, zoals een plaat of een artiest misschien een boeker heeft. Ja. Want veel van de mensen die bij Kees Koning zitten weer bij Top Billen. En daar worden ze dan weer geboekt.
Maar er wordt natuurlijk veel meer geld gehaald uit alles wat die mensen doen. Want het feit dat iemand die mooie opdracht krijgt, ik noem maar wat, een bekende rapper zegt eens tegen, joh, ik heb hier een mooie auto, fiets, weet ik wat, schaatsen. Wil je er even op rondrijden? Dan zegt de platenman, ja luister eens, dat je dat allemaal krijgt, komt ook door mij. Ja. En niet geld, een onrechte zeg ik, enigszins bevooroordeeld. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje wederzijdse inspanning. Dus ik denk dat de boekenwereld die kant op moet gaan. Ik denk wel dat het lang niet met alle auteurs kan. Maar een auteur als James Wordy, die inderdaad meer... die minder schrijver misschien zelfs is. Hij is wel een echte schrijver. Maar hij presenteert zich niet op de gebruikelijke, traditionele manier als schrijver. En weet ook mensen aan zich te binden die niet de traditionele lezer zijn. Ik denk dat je daar dat eerder op kan toepassen dan op een meer traditionele auteur bij een gevestigde uitgeverij. Die ook wat meer gevestigde literatuur schrijft. Ik denk daar kan je heel veel proberen, maar dat gaat... De 360 graden gaan we daar niet mee halen. Maar kan die, wat jij noemt, die traditionele auteur, misschien iemand die zich 2 jaar op een zolderkamer opsluit en dan bij jou een manuscript inlevert en dan weer terug gaat naar de zolderkamer, kan die wel bij jou terecht? Of nou ja, dat zei ik net. Kan die terecht? Ik zeg niet nee. Ik voel echt dat jij zoekt ook eigenlijk, je noemt het 360, dat komt dan uit... Nou ja, wij vinden het leuk om naar de lezer toe te gaan. Wij zeggen niet de lezer moet naar ons, wij gaan naar de lezer toe. Een performer, iemand met een... Nou ja, het wil niet zeggen dat iedereen ratslagen hoeft te maken en salto's en frats hoeft uit te halen. Dat is het niet. Maar wij denken als je dus... Klinkt een beetje plat, de Veronica-manier van we gaan naar de mensen toe, die ik helemaal niet slecht vind trouwens, toepast, dan moet je daar wel de mensen voor hebben die zich daar lekker bij voelen. Als jij graag op je zolderkamer zit, dan denk ik niet dat je bij Lebowski moet uitgeven, maar dat is ook helemaal niet erg. Nee. Ik heb ook dode auteurs, dat is heel fijn, die bellen nooit, die klagen nooit. en die kun je Hunter Thompson verkopen, dat is gek, dus fantastisch. Maar ook rondom Hunter Thompson kan je dingen bouwen. We hebben ook een party gedaan in Hotel V en daar de film The Rum Diary vertoond. En Dijkshoorn en Wordy en Van Straat en weet ik wat allemaal traden daar weer op. Dus zelfs als de auteur overleden is, dan zijn we er nog in staat om er een feestje mee te maken. Dat is eigenlijk het idee. Is dat een antwoord op de vraag? Ja, dat is een heel goed antwoord op de vraag. Ja. En mijn vraag waar ik... bij jou is het zo dat je daar ook je auteurs bij zoekt. Mijn vraag was, kan je dat veralgemeniseren? Heeft een auteur in deze tijd andere eigenschappen nodig dan in eerdere tijden, zeg maar? Doordat het steeds moeilijker is, hè, dat alles gefragmenteerd is. Er zijn veel meer media waar je plekje moet zien te vinden. Er zijn plekken waar gesproken wordt die meer aanwezig moet zijn. Zou je het algemeen zeggen dat een auteur van nu andere eigenschappen nodig heeft? Nee, ik denk wel dat er veel meer mogelijkheden zijn voor auteurs. Vroeger zat je bij Van Dezen, voor de rest was er niks. En zat je er niet bij, dan was je eigenlijk een soort loser. Ja. Terwijl nu kan je van Koffietijd tot Omroep Max, tot Nova, tot De Wereld Draait Door... Je kan het zo gek niet bedenken of je kan als schrijver wel terecht. En dat is een soort democratisering van de literatuur die ik heel goed vind. Dus wat dat betreft denk ik dat er meer mogelijkheden zijn voor schrijvers. Het is niet zozeer dat er een ander soort schrijver is. Maar nog steeds, er zijn natuurlijk ook prachtige voorbeelden van schrijvers die zich nooit vertonen en bestseller worden. En er zijn ook mensen die de hele tijd op de buis zijn en voor geen meter verkopen. Ik bedoel, publiciteit kan ook killing zijn. Het is niet alleen maar dat je op de buis bent, wil nog helemaal niet zeggen dat je iets verkoopt. Want je kan ontzettend vervelend mannetje zijn op de buis. Ja. Of je kan niks te vertellen hebben. Of iedereen kan het lezen en niet aan elkaar doorvertellen. Er is maar één manier waarop je boeken verkoopt en dat is word of mouth. En de rest is allemaal onzin. Maar om de word of mouth aan de gang te krijgen, daar moet je gewoon heel hard voor werken. En ik vind het leuk om dat samen met auteurs te doen die ook hard willen werken. Ja. Als ik zie bijvoorbeeld Henk van Straat, is een auteur die nu... Nou, twee boeken tegelijk gedaan. Hij is nu op de longlist voor de Libris. Hij is op de shortlist voor een andere prijs. Dan merk je dat door dat werken... En hij heeft een film gemaakt. Een boek heet Superlul. Superlul the Movie. Erg grappig filmpje. Met allemaal snippets. Allemaal heel leuk. En die had ook een PowerPoint gemaakt. Die we naar de boekhandel gestuurd. Die ook hilarisch was. Met humor. Het is snel. Maar het is gewoon een hele goede schrijver. En dat is het belangrijkste. En wat wil je als je iemand uitgeeft die je goed vindt? Dan wil je gewoon dat mensen daar kennis van nemen. En dat die serieus genomen wordt. En dat hij die recensie in de NRC krijgt. En die krijg je dan ook. En dat was in dit geval een hele goede. Hij had ook een paar slechte. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat hoort er allemaal bij. Maar in ieder geval, ik heb wel bij hem door dat harde werken van zowel... Hij, als ook in dit geval, heb ik daar met Topnotch een boek gedaan, als wij, zet je hem uiteindelijk, het loont zich wel.
betaalt zich uit. Ja, met hard werken bedoel je volgens mij ook vooral met energie en passie bezig zijn met wat je doet. Hè? Ja, niet zo van, nou, we hebben dat boek. Ja. En kijk gewoon, je gaat ervoor, je kijkt hoe ver je kan komen. Ik vind het heel frustrerend dat als ik een boek heb uitgegeven en ik denk van, ja, shit, dat is gewoon, dat hadden we gewoon 3 keer zoveel, of 5 keer zoveel, of 10 keer zoveel. En dat kan bij de 1.500 zijn en de ander 150.000 zijn. Je kan van iemand 150.000 verkopen en denken, ja, dat is eigenlijk kut. Dan hadden we 250.000 moeten zijn. Ja. Je kan ook van iemand denken, 1.500, nou, heb ik eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Ja. Dus dat is het niet. Iedereen heeft een soort plafond, maar dat plafond wil je wel halen. Ja. En er is een heel vervelend gevoel als je een soort underperformer bent en denkt van, ik heb eigenlijk gewoon, ik heb er gewoon niet hard genoeg aangetrokken. Maar goed, dat hangt dan, als ik je goed begrijp, heel erg ook af van de bereidheid van de schrijver om daar ook voor te gaan en zich niet weer terug op te sluiten. Tegelijkertijd gaf je eigenlijk aan het begin al aan, ben jij denk ik heel erg strak in wat je wel of wat je niet wilt. Nou, in de zin van, wij mogen Raymond Spanjer eigenlijk niet zelf bellen, want jij hebt zelf liever de regie. Voor mij mag je hem bellen, maar ik bedoel maar het is wel een metafoor. Jij wil wel regie hebben over zo'n campagne. Ja, maar dat lijkt me logisch. Jullie willen ook regie hebben over deze uitzending. Denk je ook niet van, de knoppen mag het even een biertje halen beneden. Nee, dat hou je ook in de gaten, dus... Tenminste, daar ga ik vanuit dat hij nog op zijn plek zit. En anders zeggen we gewoon dat het bij het format hoort. Maar kijk, juist de grote campagnes, die zijn echt... Ja, ik zeg altijd, uitgeven begint op de dag van acquisitie. Dus als ik iemand ontdek of vastleg, dan beginnen we al. Ja. En niet weer aan het eind zo van, oh ja, shit, er komt nog een boek uit. Weet je wel? Nou, weet je wat, sturen we snel zetproefje naar de NRC en dan kijken we wel of het wat wordt. Ja. Nee, je moet... Ook daarbij moet je gewoon heel goed plannen. En het is gewoon een soort domino, dat zal iedereen wel herkennen. En als het eerste steentje valt, dan gaat de rest mee. En dan weet je gewoon dat je een campagne hebt. En dat doet niet onder voor spinning bij campagnes. Ja, het is klassiek campagne voeren. Ja, het is campagne voeren. En je moet de provincie in en je moet de zaaltjes toespreken. En je moet op het sinaasappelkistje gaan staan. En je moet en af en toe staat er 1 iemand voor je neus. En af en toe 100. Maar... Ik denk dat wij iets neerzetten met de uitgeverij, doordat we dingen combineren, waardoor je laagdrempelig bent en mensen het leuk vinden om bij ons te zijn. Dus als wij dingen doen, en dat doen we vooral in een hotel, Hotel V, daar zetten we gewoon heel veel mensen neer en die doen allemaal dingen, lezen voor uit eigen werk of laatste tracks worden die nog niet uit zijn. Dus de track is nog niet verschenen, het boek is nog niet uit. Dus het is voor die mensen spannend, die hebben het net geschreven of net gemaakt. Het is voor het publiek leuk, want die zien, kent iemand, maar weten niet wat hij gaat doen. Het is voor die schrijver spannend, het is voor ons spannend, maar voor pers is het ook leuk. Want ik kan zeggen, nou kijk, hier komt iemand, maar over 3 maanden is het boek er, of 5 maanden. Wat. Dus dat geeft een soort buzz, dat je niet precies weet wat er gebeurt, maar het wordt wel leuk. En dat doen we tussen 4 en 6. En de laatste keer was Kraantje Papje er ook bij. En eerst dacht ik, nou kom binnen, weet je wel, nou kom ze wel even mijn ding doen. Maar die had het goed naar zijn zin. En nu zijn we met zijn manager in onderhandeling om ook het circus naar Groningen te verhuizen. Want die merkte ik ook doordat hij zag van dat de taal naar de muziek gaat. Dus de schrijvers gaan de muziekkant op. Gaan de muzikanten ook de taalkant op. Dus hij, een van de dingen die ik het leukst vond, was dat hij zei, ik ga ook even een gedicht even... Hij wilde niet onderdoen voor de schrijvers. Maar ik moet zeggen, dat deed hij bijzonder goed. Maar dat vind ik leuk. En dat is waar ik het voor doe, zeg. En nog even over de producten. Je zei, die e-pubs interesseerden mij heel erg. Wat voor andere digitale producten zie je verschijnen? Apple kwam nu met een versie van iBooks Author, waar het makkelijker wordt om ook video te verwerken, om presentaties, interactieve elementen. Ja. Nou, waar zie jij de... Nou ja, dat hele iBook Author, ik moet zeggen, ik ben dus niet heel deskundig op dit terrein, maar ik las ook alweer dat je dat dan alleen maar bij Apple, en het is allemaal wel weer zo georganiseerd dat je levert ook wel de ziel aan de duivel uit, zeg maar. Het klinkt allemaal heel mooi, maar je kan het alleen maar daar dan doen. En wat ik interessant vind natuurlijk, is dat je iets ontwikkelt wat voor alle applicaties, alle tablets, blijft dat onbegrijpelijk, vindt het alsof je een cd hebt die je alleen maar wel in de ene recorder, niet in de andere. Ja. Blijft het toch een beetje raar vinden, maar goed, het zal aan mij liggen. Ik probeer meer iets te bedenken wat meer als ding gewoon staat. En in mijn idee is dat dan bijvoorbeeld, want we kwamen er net niet toe om het even toe te lichten, dat je bijvoorbeeld zegt van, misschien hebben mensen minder tijd om te schrijven, maar ook minder tijd om te lezen. Waarom doe je niet een bijvoorbeeld klantropologie? Ik weet niet of ik 150 pagina's nodig heb. Misschien ben ik met 20 al klaar. Ja. Ik zeg maar wat. Kijk, dan heb ik het niet over een roman. Het is geen Reader's Digest dat je het even samenvat. Even korte samenvatting. Maar ik kan me voorstellen dat interessante onderwerpen... Ja, daar hoef ik niet 100.000 woorden over te lezen of 500 bladzijden. Nou, waar ga je dan een beetje zitten tussen het uitgebreide krantenartikel en het korte verhaal? Tussen een boek en een artikel in. Ja. Nou ja, kijk, 10.000 woorden is 30 pagina's in een boek. Ja. Maar ik denk een interessant onderwerp, ik noem het. Waarom moet dat Griekenland moet uit de euro?
iemand uit de eurozone. Nou, laat iemand dat mij dan die 10.000 woorden zo goed uitleggen dat ik het ook helemaal begrijp. Ja. Dat is meer dan een artikeltje in de NRC Next of in de Volkskrant. Maar ja, terwijl als je daar nu, als je daar nu een boekje over wil schrijven, over Wikileaks of zo, hè, wat Alexander heeft gedaan. Ja, dan moet je gelijk alweer die 120 nou ja, ik weet dat toevallig. Hij heeft dus 5 weken op, op de hei gezeten. En toen kwam het boekje uit. En hij kwam daarna nog uit na een paar Wikileaks boeken bij ons. Dus daar baalde hij ook al van. Maar goed, oké, dat had hij maar sneller moeten schrijven. Maar je loopt er altijd achteraan. Ja. Terwijl wat hij had willen schrijven, had hij misschien veel beter, veel sneller kunnen doen. Bovendien sla je natuurlijk de hele productiekant over. Ja. Dus het is meer dat je gewoon heel snel kan zijn. Waar ik net aan zat te denken toen ik hierheen op weg was. Holleder, moest ik even aan denken. Holleder schijnt vanavond in de kroeg te hebben gezeten. Café Het Smalle in de Jordaan. Ja. Ja. En wat is nou het verschil tussen Holleder die in de bak gaat of Holleder die eruit komt? Is toch, lijkt mij, het meest bizarre is dat waar hij ook staat, dat het binnen een seconde bekend is. Binnen een seconde weet iedereen het. Ja. Niet alleen zijn vrienden, maar ook zijn vijanden. Het lijkt me een vrij angstaanjagend idee. In zijn geval. Alhoewel hij er vrij relaxed over schijnt te zijn, want hij schijnt bij Overveen in de stationsrestauratie te hebben gezeten en een biertje hebben gedronken in Café Het Smalle. Dus misschien maakt hij zich geen zorgen. Maar dat is toch wel een enorm verschil met vroeger. Dat je veel anoniemer kon zijn. Ja. En dat is denk ik ook iets dat je ziet van, je kan een paar jaar weg zijn geweest. Dat is eigenlijk een totale andere wereld. Iedereen weet wie je bent. Iedereen kan doorgeven wie je bent. Iedereen kan je. Maar om even terug te komen op die 10.000 woorden. Maar dat had een boek moeten zijn. Nee, dat zat me te denken dat je dus de actualiteit, als iets gebeurt vandaag, dan moet je het morgen kunnen uitgeven. En als uitgever kan je dat natuurlijk normaal gesproken niet. Dan heb je nog productietijd en uitleveren en schrijven en drukken zetten. Maar als iemand vandaag mij belt, ik heb een goed idee, 10.000 woorden moet hij in 2-3 dagen kunnen schrijven. Dan moet ik het binnen een week op de markt kunnen krijgen. Ja, dat kan nu. Dat kan. Het kan nog sneller. Maar en daar moest ik aan denken door dat je eigenlijk met technieken zoals Twitter, kun je natuurlijk, dat is eigenlijk ook kortst. Ik bedoel, straks ga je nog verder dan 140 tekens. Dat kan natuurlijk altijd korter. Dat vind ik een interessant idee. Dat je tot de kern komt van dingen. En niet meer die enorm. En volgens mij hebben mensen geen zin meer in wijspraken. Ik heb het gevoel bij veel van de Amerikaanse non-fictieboeken die over ons vakgebied gaan. Altijd dat het één hoofdstuk is. Ja. Wat dan nog een keer of 10 daarna herhaald wordt met verschillende, verschillende cases. Trouwens niet alleen bij jouw vakgebied, maar bij alle boeken. Ja, ook de longtail, dat type boeken. Dat is een heel waardevol Ik weet zeker dat er 10.000 interessante woorden in staan. Ja. Zoals er ook heel veel oeuvres terug te brengen zijn tot een redelijk beperkt aantal woorden. En misschien ook wel muziek en misschien ook wel kunst. Maar je kan ook zeggen, je focust je meer. Het is eigenlijk ook wel een goede, misschien wel een goede manier om te zeggen. Nou, als je het positief bekijkt, neemt de intensiteit natuurlijk ook toe. Ja, als ik zou zeggen, de focus en de concentratie heb je makkelijker op 10.000 woorden dan op 100.000 woorden. Ja. Niet in de fictiezin, hè. Een mooie roman, zeg maar, Peter Buwalda. Zeggen mensen natuurlijk, ja, ik hoop dat het niet uitgaat en ik nog 300 bladzijden mag lezen. Terecht. Aan de andere kant kun je ook zeggen, waarom schrijf je gewoon geen fictie voor 10.000 woorden? Het is vooral non-fictie, maar ik denk ook voor fictie mogelijkheden. Ja. Hey, toen ik zat te lezen, zag ik ook ergens dat je het woord community publishing gebruikte. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat ik denk dat de manier waarop, wat ik leuk vind aan uitgeven, is dat wij ons altijd proberen te encagneren, als ik dat zo mag zeggen. Maar in ieder geval ansloes te zoeken bij de groep. Dat is misschien ook wat ik noemde vibe. Mm-hmm. Dus niet op een soort microniveau denk, van oh, ik heb hier een auteur, en dat is hartstikke leuk, ga een boekje mee maken, dan gaan we naar de winkel. Denk dat ik eerder denk bijvoorbeeld. Ja, maar je ziet gelijk een doelgroep voor je? Nee, niet de doelgroep. Ik zie de makers is de groep. Het is niet de kopers is niet de doelgroep. Maar ik kan me voorstellen, ik vond het bijvoorbeeld heel leuk. Ik heb in de jaren 90 was ik een van de eerste die begon met een jonge Marokkaans talent. Vond ik heel leuk. Ik heb ook Spunk bijvoorbeeld hebben wij uitgegeven. McSweeney's van Dave Eggers. Tijdschrift, uitgeverij. Dat heeft een soort vibe die ik heel interessant vind. Nu een jongen die nu een soort ster is, Chad Harbach. Art of Fielding, die zit bij M plus One. Tijdschrift, 4 mensen. Alle 4 hebben ze een geweldig boek geschreven. Dat is ook zo'n soort community. Dat Achievers, zoals wij dat noemen, dat is ook een soort, door de naam alleen al, mensen die willen presteren, maar dan in de een beetje ironische zin. Dat je multitalenten, mensen die gewoon op een andere manier met die literatuur bezig zijn, voor wie het boek niet het enige is. Dat ze kunnen acteur zijn en schrijver, ze kunnen theatermaker en schrijver, muzikant en schrijver. Niet dat vind ik ook wel iets. Dus ik vind het leuk om te kijken van zijn er groepen, zijn er genres, zijn er stromingen. En dat vind ik leuk om die uit te geven. Dat die mensen ook bij elkaar een beetje het idee hebben. Misschien zoals je dat vroeger had bij de literaire tijd. Zoals Hart Civic
en Barbarber en dat soort groepen, dat stond ergens voor. Die hadden, of Zero in de kunst, of Cobra, dat zijn groepen, dat vind ik communities. En dat is ook iets waar je als uitgever denk ik wel... Ja, dat is wel interessant, want het klassieke community is natuurlijk altijd publiek. De consument. Zeker, maar ik geloof en jij kijkt niet... veel meer vanuit een groep mensen die een bepaalde identiteit uitstraalt. Ik denk dat de community mensen aantrekt. En niet dat je er is niet zoiets als, oh, vandaag komen er allemaal thrillerlezers de boekhandel binnen. Je kan ze helemaal niet definiëren. Ja. Jij eet de hele dag een hamburger en de volgende dag caviar, als je het kan permitteren tenminste. Maar mensen zijn niet eenvormig en te duiden, oh, die is 25, die zal wel dat lezen. Of die is, weet ik veel. Ik geloof niet in dat doelgroep, denk ik. Ik geloof wel dat je een boek kan opsplitsen in een heleboel doelgroepen. Zo van, dat is en voor die interessant, en die groep, en die, en die, en die. Maar niet dat je letterlijk aan doelgroepen kan toeschrijven. Zo, want ik heb hier een zwarte auteur. Dan gaan we aan de zwarte community verkopen. Dat is vervelend. Ja. Daar word ik altijd een beetje miserig van. Blijven ze wel lezen, die jongere groep? Nou, sterker nog. Ik denk dat we met de manieren die er nu tot onze beschikking staan. Waaronder social media. Dat je ze beter kan bereiken dan ooit. Ja. En jij werkt ook met Topnotch, dat is natuurlijk ook veel jonge mensen, de jeugd van tegenwoordig, erg populair. Ja, is dat maar ook... goed, jeugd van tegenwoordig ook heel erg talig, hè? Dat vinden we dus ook weer interessant. Het is ook een beetje de rode draad in jullie samenwerking. Heb je dat ook uitgegeven? Ja, nee, nee, we zijn wel met wat andere dingen bezig, maar daar kan ik nog geen mededeling over doen. Okay. Maar in ieder geval... Dat is weer zo flauw. Ja, flauw. Ja. 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 Ja, hij is gecontroleerd, hè? Hè? Hij wil het weer even controleren. Hij heeft het afgesproken met een ander medium. Nee, deze campagne bedacht. Ja, die begint pas morgen. Dus, ja. Toch? Ja, misschien wel. Maar wat wou ik nou zeggen? Nou, ik heb wel de draad kwijt. Ja, dat hebben wij weer. Maar maakt niet uit. Nee, maar wat ik wou zeggen, Topnotch. Want kijk, boeken, dat denk ik af en toe wel eens. Kijk, als je nou... ik heb met Henk van Straat hebben wij die film gemaakt. Super Lul de Movie. Ja. Best bekeken, best bezochte, meest geviewde film, boektrailer aller tijden in Nederland. Dat zeg ik even met enig overdrijving. 14.800. Maar de eerste beste rapper van Topnotch heeft een miljoen. En daar worden we toch ook niet warm of koud van. Ja. Dat zijn natuurlijk aantallen. Kijk, een song duurt 3 minuten. Een boek ben je sommige mensen 3 weken mee bezig. De clips, je hebt het directe. Je kan het ook laten zien. Je kan de sfeer laten zien van het nummer. De clip is heel belangrijk. Je kan het optreden zien. Het is allemaal heel snel tot je te nemen. Wat ik zie als wij bijvoorbeeld met auteurs wat doen op bijvoorbeeld Facebook. Als ik zeg, nou mensen, hier is de voorpublicatie. Na 3 uur heb je 1 like, weet je wel. Ja. Ben je meer uit een soort medelijden voor de moeite om het te plaatsen. Ja, dat is waarschijnlijk je broer of je moeder. Ja, heel snel. Dus bijna de familie of je vriendin of zelf. Ja. Maar als je de cover erop zet, dan heb je gelijk de respons. Dus mensen zijn heel visueel ingesteld. En dat is natuurlijk het mooie van kunst, film en muziek in die zin. Vergeleken bij boeken. Het blijft toch taal over taal. Yep. Dus daarom probeer ik via de visuele kant, maar ook via de technieken van de andere genres, zeg maar, de boeken te verkopen. Ja, zie je niet, nou voor, niet voor iedereen, maar... Denk je dan ook wel eens naar... de Topnotch is nu bijvoorbeeld ook bezig met nog wat dingen voor de iPad en zo. Op een andere manier daar weer het publiek aan te spreken. Dat vind ik heel interessant. Kun jij je voorstellen dat je op een gegeven moment als uitgever ook, weet je wel, met jouw auteurs... Op zoiets als een iPad op een gegeven moment iets gaat doen. Nou, sterker nog, daar zijn we ook over in gesprek. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld in zo'n hotel waar wij dingen doen, dat je bijvoorbeeld het online of het, zeg maar, je gaat online met je iPad magazine, noem maar wat, op het moment dat die mensen daar ook optreden. Of dat je op bepaalde plekken als eerste hoofdstukken kan krijgen van auteurs die mensen cool vinden of leuk vinden. Ja. Dus ik denk dat die samenwerking met hun, die grappig genoeg dus juist niet bedoeld is om muziekboeken te maken. Dus het idee is niet, we hebben Lange Frans. Je zoekt naar de biografie van Lange Frans en die gaan we dan bij Lebowski doen. Dat doen we dus juist niet. Leuk is juist dat je de kennis en de vibes bij elkaar legt. En dat sommige dingen zullen meer aan onze kant zitten en andere dingen meer bij hun. En dat we dat ook zeer gedoseerd doen. Maar ik leer veel van hun. Ik leer meer van hun over boeken uitgeven dan van andere uitgevers. Ja, dat vind ik al een hele interessante constatering. Wat leren zij van jou? Goeie vraag. Dat zou je eens moeten vragen. Ik weet niet. Nou, ik denk dat... dat weet ik niet wat ze van mij leren. Ik zal het ze vragen. We gaan binnenkort met ze ontbijten met de hele crew. Dus ik weet niet. Misschien leren wij wel meer van hun dan... Maar ik denk wat zij van ons kunnen leren is dat je in de literatuur is alles wat uitvergroter lijkt het wel. Ik bedoel, de aandacht voor boeken is buitenproportioneel. Een muziekrecensie
is toch een kolommetje vaak. Ja. Terwijl boekenrecensie is toch wel. Is het zo, dat de muziek traditioneel natuurlijk toch meer visueel georiënteerd is? En dat is wel de taal van deze tijd. Dat je daarom ook, weet je wel, vanuit het schrijversvak daar meer van leert. En dat je middelen zoekt om daarbij aan te sluiten. Nou ja, misschien ook wel door dat, we noemden nu de jeugd, maar je hebt er meer opgezwollen. Boef en gelogeerde aap. Dat zijn mensen die heel talig zijn. En die gaan, dan zit je als label, ga je meer die taalkant op. En ik weet van Kees, die houdt net als ik erg van Vaandrager en dat soort meer hardcore, streetwise. In de knop geknakte Rotterdamse dichters. Dus ik denk dat hij misschien daar ook wel een uitlaatklep in kan vinden bij mij. Zoals wij dat met hun kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat wij met onze kennis, bijvoorbeeld Rats on Rafts, dat is nu een band bij hun, die zit heel erg in de jaren 80 sfeer. Ja, daar geven wij heel veel boeken over uit. Nou ja, ik kan me voorstellen dat daar dat door onze campagnes dat topnotch daarvan profiteert. Nou, daar kun je ook wel weer een event omheen verzinnen. Nou ja, dat komt er ook omdat Centraal Museum komt met de grote jaren 80 expositie. En ik kom met een vinylbox. Het tijdschrift vinyl gaan we heruitgeven. Echt, in een box. Heb ik nog een stuk ingeschreven in deze vinyl? Ja. Maar je krijgt van mij een gratis vinyl. Ja. Maar, Kost er niks. Kijk, dat is nou goed onderhandelen. Maar... Nee, maar daar doen we de plaat van Rats on Rafts in. Daar zit een cd in, wel een beetje oldschool, maar goed. Met ultramuziek. Alhoewel het alweer een stap voorwaarts is, omdat het is een cd, geremasterde cassette. Dus komen steeds meer... En de flexidisc van vroeger. Sterker nog, het bedrijfje dat vroeger maakte voor de vinyl, dat schijnt nog te bestaan. Daar hebben we nog even gepolst, maar dat was niet meer te betalen. Okay. Ja. Vraag van Boer de Boer. Is het niet zo dat een goed boek zichzelf altijd wel verkoopt, maar dat het tegenwoordig gewoon veel meer bagger is? Nou, ten eerste denk ik dat een goed boek zichzelf helemaal niet verkoopt. Zoals ook een goede plaat zichzelf niet verkoopt. Je zal er toch voor moeten zorgen dat mensen er kennis van moeten kunnen nemen dat die plaat er überhaupt of dat boek er is. Als het heel goed is en als het echt wordt opgepikt, dan gebeurt dat. Dat klopt. Je hebt boeken die door recensies en door word of mouth puur los van marketing dat doen. Maar dat is denk ik een heel erg klein percentage jaarlijks. Dat het op eigen kracht... Puur op de kwaliteit. Dat zijn vaak wel de mooiste verhalen, de mooiste boeken. Dat geef ik gelijk toe. En dan is ook zo te hebben. Maar dan is eigenlijk alleen word of mouth wat echt werkt. Ja, maar uiteindelijk werkt dat bij marketing of geen marketing. Word of mouth, daar houdt het bij op. Want ik kan blaren wat ik wil, maar als iemand het boek niet goed vindt, houdt het gewoon op. Ja. Maar dan nog even tot slot. Het feit dat iedereen tegenwoordig kan uitgeven. Of het nu via Lulu is of allerlei platforms. Is dat goed? Uitgeven willen noemen. Nou ja, dat je kan publiceren. Ja, ik zeg altijd, mag het ook niet. To print en to publish. Ik bedoel, iedereen kan zijn boekje drukken. Maar iedereen gek kan ook een cd'tje maken of een plaat maken. Dus je kan ook allemaal wat aan de muur hangen in het dorpscafé. Maar dan ben je nog geen kunstenaar, zeg maar. Dat valt bij ons onder vanity publishing. Dus eigenlijk komt het erop neer, als je bij iedereen bent afgewezen, kan je altijd nog bij Lulu dat zelf maken. Je hebt tegenwoordig Espresso Boekmachine. Ja. Kan je, vind ik eigenlijk heel leuk. Kan je één exemplaar maken. Ik vind dus ook dat het gewoon in de boekhandel moet staan. Want juist dat high en low idee. Want kijk, ik geef ook heel veel boeken niet uit omdat het me niet is aangeboden. Of omdat ik heb zitten slapen. Of omdat de concurrentie sneller was. Of weet ik veel. Dus dat ik iets wel of niet uitgeef wil helemaal niet zeggen dat daar nou... Dat gelijk een oordeel in zich herbergt. Het kan best zijn dat ik iets gemist heb. En er zijn ook prachtige voorbeelden van boeken die door vanity publishing of door eigen uitgaves er toch zijn gekomen. Gemaakt. Ja. En wie dat wil, American Book Center in Amsterdam staat. Ja. Ik denk dat iets is voor de toekomst. Goed, hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Dit was Topnames. Videobricks zorgde voor de studio. Dutchview Webcasting voor de live webcast. Marco Raaphorst voor de muziek bij de lieder. En Esther Gons zorgde voor de vormgeving. Wij waren Roeland Stekelenburg en Erwin Blom. Kijk veel meer online. Fastmovingtargets.nl. En als je nu live kijkt, hopelijk ben je de volgende week weer. De groeten. Dag. Dankjewel.